Hoi, vandaag even iets heel anders, een spannend spel. We spelen vandaag Granny. Mijn voeten in plaats van mijn handen, die spelen vandaag de hoofdrol. Mijn zoontje heeft, geloof ik, wat van deze sleutels verstopt. Dat zijn van die sleutels die bij een escape room spel horen. En ik moet dus 4 sleutels in totaal hebben. Die moet ik er dan insteken en dan kan ik escapen. En ik moet zorgen dat hij me niet tikt. En hij is, geloof ik, Granny. En hij is Granny, want hij kan niks zien. Hij is een oud vrouwtje. Oké, even kijken of ik al kan beginnen. Ik moet in elk geval zien te rennen, vluchten, doen zonder dat hij me vindt. Oh, kijk. Ik zie daar Granny. Ik probeer een beetje stil te zijn. Granny zit... Kijk, daar komt Granny aanlopen. Ik ga me weer even verstoppen. Even weer terug. Kijk, daar loopt hij. Ik heb me verstopt. Ik moet even fluisteren. Oké, ik hoor hem volgens mij de trap oplopen. Ik wacht even, als hij omhoog is dan. Kijk, daar loopt hij. Ik ga even gauw. Kijk. Sleutels. Zoeken naar sleutels. Ik heb een sleutel gevonden. Yes, ik heb er al 2. Ik moet er nog 2 vinden. Oh, ik hoor Granny. Kijk, die moet ik openen. Snel wegrennen. Kijk, daar komt hij. Hier ben ik veilig. Als ik hier op de gang sta, dan mag hij me niet tikken. Daar loopt Granny. Het is best een spannend spelletje. Kijk, daar kun je hem zien. Daar loopt hij. En ik moet daar weer zoeken naar sleutels. Even kijken of ik hier misschien een sleutel vind. Hij heeft denk ik niet alles in de woonkamer gezet. Dus ik ga bij heel stilletjes hier zoeken. Hij kan me niet zien. Hij is geblinddoekt. Vinden we daar iets? Nee, dat is alleen maar rommel. Heel stilletjes ben ik hem voorbij gelopen. Kijk, daar loopt hij. Daar loopt hij. Oeh, ik ren binnen aan de gang. Oeh, op de gang ben ik veilig. Het is best een spannend spel. Hij kan niks zien. Hij draagt een bril die dichtgeplakt is met duct tape. Hij heeft het spel zelf bedacht. Ik heb al 2 sleutels gevonden. Ik moet er nog 2 zoeken. En omdat hij niks kan zien als ik heel stil ben, kan ik langs hem heen lopen en heeft hij niet door. Daarom fluister ik soms heel zachtjes. Nou, gaan we weer. Ga even kijken. Ik moet nog 2 sleutels vinden. Gaan we weer zoeken. Ik ben heel stil. Oh, kijk eens. Ik vind de sleutel. Hij heeft me getikt en nu moet ik terug naar de gang. Oh, ik ben af. Oh. Nou, het is een heel spannend spel. Ik vind het wel grappig. Het is een beetje gebaseerd op Hello Neighbor. Hij heeft het spel nu zelf uitgewerkt. 3 sleutels bedacht, sleutels verstopt. En ik kan alleen ontsnappen door de kelderkast. Maar ik heb nog 1 sleutel nodig. Ik moet nog 1 sleutel gaan zoeken. Zoals ik al zei, hij heeft zijn bril afgetaped met duct tape, dus hij kan niks zien. Dus als ik heel stil langs hem heen loop en hij me niet hoort, dan kan ik gerust zoeken in dezelfde kamer waar hij is. Maar dan moet ik heel stil zijn. En mijn vloer kraakt. Daar is hij, daar loopt hij.
Ik heb alle sleutels. Ik heb ze allemaal. Maar nou moet ik nog bij die kist zien te komen. Hij staat nog steeds in de buurt. Oké. Hij slaapt op de bank. Hij ligt te slapen. Dus ik kan erheen. Het is me gelukt. Ik heb gewonnen. Ik ben ontsnapt. Ik heb de 4 sleutels. Ik heb de 4 sleutels erin gestoken. En ik ben in de kast. Ik ben ontsnapt. 7 minuten heeft het me gekost. En vond je het een leuk spel? Laat even je duimpje zien. Daar is je duim. Daar is je duim. Nou, even vandaag een heel ander soort spel. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Mijn zoontje verzint vaker van dit soort spellen. Verleden keer speelden we Hello Neighbor. En toen moest ik ook sleutels zoeken en koevoeten zoeken. Om door om weg te kunnen komen. Ik moest geloof ik toen naar zijn basement. Nou, ik hoop dat je dit leuk vond. Bedankt voor het kijken en tot een volgende aflevering. Doepa doe!